Nee. Zo, kijk even wat er een unit. Die is ook wel mee bezig. Hey mannen, wie wordt de wereldkampioen vandaag? Kevin Kompioen! Ja! Ik krijg echt lijpe flashbacks. En ja, wat is er nu gebeurd met mijn oude slaapkamer? Wat een gezelligheid hier vroege morgen in de huis van de Jong. Even kijken, wie is mijn eerste slachtoffer? Nou, Okke ziet er niet uit, dan ga ik wel naar Mees. What's up, baby? Take me out to dinner. Hey. Hey, yo. Hoe gaat het met je, jongen? Morgen gaat het goed. Nou, oké, dat is goed om te horen. Until the next one. Okkie. Jij voelt je het beste wat jij je ooit gevoeld hebt. Kijk eens de kop. Oh, gast. Dat, man. Heb je gezopen of twee tikken gehad? Lekker die camera zo dichtbij. Ja, chill, man. Heb jij het warm gehad vannacht? Warm? Ja. Ik heb niks door. Ik heb 5 winterdekens over jou heen gelegd vannacht. Ik voel het wel lekker. Ik was best koud. Ik ben ook gaan slapen bij mijn shirt. Weet je niet. Ja. Fucking goed, jongen. Hij ligt te pit. Ik tief allemaal dekens over. Maar vind die nog lekker ook. Ja. Ik ben, waar is hem nu? Oh ja, die had die gasten gepakt. Ik space me vanochtend, jongens. Ik ben wakker. Draai me om. Is Dave ineens weg? Want ik dacht, Dave lag naast me toch? Nee? Je hebt alleen geslapen? Nee. Nee, dat kan niet. Want... Je hebt alleen geslapen? Nee, want ik ging gisteravond, moest ik daar liggen omdat Dave hier lag. Nee, grapje, hij zat te douchen. Ja, nee, Zo, hoor dit. Oh, kut, dat is poep. Ik schrijf pijnnummers. Dat heb je meer. Gast, dat scheelde echt heel weinig. Ik perste heel hard. Hoor, dat heb ik nog nooit gehad. Hij zegt, jij wel zo te zien. Zo, merk. Ja, wie was? Ja, gast. Jij was naar de ratten, gast. Jij lag gewoon op de grond te slapen beneden. Kijk, Snapchat. Ik heb je Snapchat gestuurd. Nee, heb ik op de gordijnen. Nee, oh, wacht. Jij zit niet in die groep. Zo, kijk eens even. Ga je beeld gezogen of niet? Ja, is niet te zien. Wat niet te zien? Moet jij zeggen, joh? Een snot aan. Dat zeg ik toch niet? Daar wil ik nog niet. Ik zie er even zo. Nee. Zo, kijk even wat er een unit. Oh, dat is een goede tikker. Oké, zeg maar. Kijk, oké, zeg maar. Oké. Doe het niet, vriend. Oké. Beetje dicht als... Zo, ik kan hem een klap op zijn harses kunnen geven, jongen. Ik zou hem niet op jou. Ja, jongens. Vlug van mijn noot, man. Kom op, jongens. Handje geven. Lees nog in je zak. Lees nog in je zak. Net. Handje erop. Wie zo deed. Handje erop. Op zijn noten. Nee. Een handje. Ja, goed zo, jongens. Sportiviteit. Hé, daar gaat het om. Hé, dikke rapmuziek bent... Nee, godverdamme, mensen. Oh, en bij mij is het vies. En jij dat altijd je kont zien. Hè? Ja, omdat het een stuk stront tussen zit. Helemaal niet. Echt wel? Draai je zon dan laat zien. Nee. Nee, zegt hij. Dat hebben mij net ook bij. Dat hoorde ik echt nog nooit wat erg, jongens. Hey, iedereen, welkom bij deze nieuwe vlog trouwens. Ik denk, het is echt een poepie. Maar, ik ben schoner. No worries. Wil je checken, hè, Fok? Nee. Gisteren vierde Roy zijn verjaardag. Die was 24 geworden. Super gezellig gehad. Met die gasten zijn we allemaal hierheen gegaan. Ik shout naar Bobby. Bobby was de Bob. Superleuk. Bobby de Bob. En die heeft ons hier afgezet. En nu gaan we hier chillen met al die gasten. Max gaat zo meteen rijden. Hij staat gelijk met Hamilton. Echt Abu Dhabi gaan ze rijden. Hopelijk wordt Max wereldkampioen. Ja, ik heb niet heel veel verstand van Formule 1. Maar ja, nu met Max en zo. Ik ben gewoon zo, hoe noem je dat ook alweer? Een succesfan. Hoe noem je dat nou? Dat was vroeger met die petjes. En jij bent de rode pet. Dat was degene die meeloopt. Ken je dat niet? Mensen kennen het sowieso. Je had een gele pet, een zwarte pet, een witte en een rode pet. Ja, nou, dat is wel... ja, ik vind het nu heel leuk, omdat een Nederlander... En ik waar start hij dan? Hij had pole position. Oké, goed zo. Ja, dus hij maar ik weet alleen nog niet of het de Noord- of de Zuidpool is. Ik denk dat het de Oostpool is. De Oostpool? Hey, Mees. Als Lewandowski... Huh? Mij. Oh, jullie hebben chaps gehaald. Ja, goeie. Hey, als Lewandowski zou beginnen op de plek 1, staat hij op de pole position. Pol? Hij is pols. Ja, dat was met Joker. Oké, Mees. Nee, weet je, ik kijk pas sinds kort Formule 1. Ik heb er nog niet heel veel verstand van. Ik ben door Max gaan kijken en ik vind het eigenlijk best wel heel erg leuk.
En ja, geen verstand van eigenlijk. Heel lichtjes maar. Maar ik vind het wel tof om te kijken. En ik hoop dat Max vandaag wereldkampioen wordt. Hij staat gelijk aan punten met Hamilton. In Abu Dhabi dus. We gaan lekker kijken zo. Hij begint de pole position. Heb hij gisteren voor geplaatst. Oké, laat me raden. Jij weet geen drol van Formule 1. Nee man. De helft van de gasten die mogen gaan toch kijken met z'n allen. Want het is gewoon gezellig. Hollandse glorie, we supporten. Ja. Hè? Volk en vaderland, onze Max. En we gaan tot de Max. Wow. Mer, als je samen met Betty wilt duiken, kan je ook gewoon zeggen, papi. Is goed, bro. Mijn portemonnee kwijt. Is beter niet genoeg in die kamer hier, waar ik heb gepeet. Jij bent wel meer kwijt, volgens mij. Van gisteren. Ja, heel veel. Ja, heel veel. Verstand ligt er nog. Ja, welke? Die heeft hij al laten liggen bij zijn geboorte, geloof ik. Koude Mer, jongen. Die heeft al laten liggen bij zijn geboorte. Maar je hebt hem ook gewoon. Het enige verstand dat jij hebt is je verstandskies. Die is ook wel mee bezig. Ja, die hebben ze getrokken. Die hebben ze getrokken. Wordt er nog wat getrokken bij hem? Ik word een vlam hier. Ja, wat? Koude hij doet alsof hij heel zielig is, maar wat is het eerste wat hij doet vanochtend als hij mijn kamer binnenkomt? Compleet afzeiken. Nou, dat is goed met hem. Ja, ik lig nog zo helemaal met mijn katertje zo. Komt hij binnenlopen met zijn dikke pants. Fucking Mary, man. Die gast, man. Waarom altijd zo stuk op Mary? Ja, ik ga ook wel een stuk op Mary. Gewoon dat hij zichzelf is. Dat is leuk als mensen zichzelf zijn. Altijd komt het finaal af. Ik zag net een TikTok van er is altijd één gozer in de vriendengroep die meer wordt gevlamd dan de rest. En dat is bij, dat is bij ons meer. Maar het is ook niet iets wat al sinds kort is. Dat is altijd al zo geweest. Al jaren geleden. Ik vind het zo gezellig gewoon wakker worden altijd met iedereen. En dan gaan we lekker met z'n allen even bikken en even gezellig bijpraten. Weet je wel, even over de avond hebben. Zo, dat kwam echt moeilijk uit. Ik heb ook helemaal niks van verstaan, weet je. Ik zat echt helemaal gewoon in mijn telefoon. Ja, zeker al die mooie dames op TikTok. Zo, je moet eens weten, gast. Je moet eens weten, gast. Ik denk al, dat plekje in dat bed. Plekje. Hè? Plekje. Plekje. Plek. Hè? Dat de plek. Oh, het was zo erg, ja? Ja. Nee, ik kom ook naar beneden. Ik ga een biertje open doen. Ben weg, gek. Ik wou gezegd. Ja. Even een kwartiertje wachten, hoor. De mannen zijn fantastisch bezig, joh. Die zijn gewoon lekker carpaccio wraps aan het maken. Voor jullie alleen of voor iedereen? Raps. Voor iedereen. Kijk, fantastisch. We hebben gisteren ook gewoon lekker broodjes gehakt zitten eten, weet je wel. Ik zei net tegen die gasten, ja, dat vlees halen jullie uit mijn vriezer, maar het ligt toch al heel lang. En wij halen dit uit de prullenbak, 6 maanden over datum. 6 maanden is dit over datum. En we hebben het gewoon rustig zitten chappen. We hebben ergens, hebben we ergens last van, jongens? Alleen stinkpoepjes. Alleen stinkpoepjes. Dat komt niet door het vlees, maar ik wel eens last. Maar heb je allemaal last van Mer? Vertel het eens, arme jongen. Jeuk. Precies waar we net over hadden. Je wil iedereen van het op lijkt. Ja, maar ik vlam ook iedereen, dus ik moet maar gewoon spitten. Om 2 uur begint de race. Even kijken, ja, kan je dat zien? Jazeker. En ik ben nu precies klaar met editen. Hè. Top. Hey mannen, wie wordt de wereldkampioen vandaag? Ja, hey. Een oranje drankje. Voor een oranje leeuw. Hey Bram, we hebben wel lekkere plekken, ouwe. Ik zie daar. Achter een vent van 2 meter. Ik zie geen tyfus hier. Ik vind het gewoon spannend, maar dat moet weer doen. Ja. Daar gaan ze, jongens. Kut, Hamilton gaat aan de top. Nou, ik zie het er ook helemaal kut qua filmen. Hier gaat er iemand van de baan af. Max op 2, ja. We gaan zien. Nou moest hij net even aan meer snelheid over. 19 rondjes gereden, dus eigenlijk tot nu toe nog helemaal niet spannend. Perez zal wellicht. Nee. Perez, jongen, we zitten genieten hier. Jezus! Nu gebeurt het, hoor. Perez die rijdt gewoon helemaal te zoek. Team Red Bull, gek. Oh god, hij zit er dicht op en gaat er weer langs mee gaan. Ja, nu gaat hij er langs. Nee! Oh! Kijk wat Perez is gaan, jongen, die doet hij voor Max, hè. Kijk, dat gaat maar 2 seconden. That's some dangerous driving. Dangerous driving, zegt Hamilton. Onzin. Hij kan niet winnen. Hij kan niet tegen zijn verlies, Hamilton. Nee. Kijk, die Perez gaat. Verstappen loopt in. Ja. Daar komt hij aan.
Wat is er? Ja! Team Red Bull zit hem op zijn kontje! Kijk, Max zit net 5 achter, nu 1.4 op Perez. Kijk, ze schaam mee. Ja, dit is fantastisch. Nu is het begonnen. Nu begint het. 21 rondjes gereden, 58 totaal. Let's fucking go. Nou, Verstappen staat nu op 2, Hamilton op 1. Oké, ja, hij loopt wel weer uit, Hamilton, maar... Ah. Was wel even genieten, hè. Nog 11 rondjes, Max heeft 1 keer meer gepitstopt. Hij loopt 11 seconden achter op Hamilton. Yellow flag! Ja, ja, we moeten dus lang gaan rijden. Jezus, dat is gaat hier pakken. Ja, nu wordt het echt spannend. Doe maar een paar. Nog een paar rondjes. En dan. Rijdt Max Verstappen pal achter. Hoi! Laatste ronde, Rick! Maar mag hij nou inhalen? Ja, hij is er weg. Doe die Lewis! Ga! Ga ik in zweet al nu? Ja, ik ook. Ja. Wow, laatste rondje. Met elkaar, dit wordt een knalpoor. Oh, mijn god, ik heb kippenvel, hè! Schrikke laatste ronde. Kom op! Pak hem! Kom op, Max, alles op alles. Kom. Daar is de ending al. Kijk, jongen! Ja, gaat aanvallen. Ja, daar komt hij. Ja, daar komt hij. Dit meen je gewoon niet. Dat lijkt gewoon niet. Mijn hart. Ik ga bijna dood hier. Mijn pacemaker werkt echt zieke overuren, gek. Holy shit. Oh nee, Hamilton gaat niet vies zijn, hè? Steen je weg. Wie is dit? Mercedes pijpen! Ga er niet staan voor de beeld! Nee! Nummer 3! Hij is weg! Max, gefeliciteerd, gek. We zitten schreeuwen. Hij wordt gek. Hij wordt gek. Doet ontzettend pijn. Oh, dat is Mercedes. Hey, Hamilton. De lul, vriend. Beetje een mooie helm. Dan doe ik dat. Oh, wat goed dit. Red Bull lead. Zo. Let Cross me not overtake you. Max Verstappen. You are the world champion. Voor het eerst ooit dat een Nederlander van nu de 1 minuut, Jackie Pandia. Ja. Daar komt hij hoor, helemaal dood op zal hij zijn. Laatste fucking ronde. Je hebt de gelachen. Hey! Juist man! Zwemtitels. Hij moet janken! Lekker man! Dressuur, vroeien, fantastisch! Fietscross server. Oh, hij moet huilen. Fantastisch.
Ik kan er nog steeds niet over uit. Wat een geweldige, geweldige pot dit was. Ongekend. Oh, we zitten genieten. Ik hoop dat jullie ook allemaal net zo keihard genoten hebben, mocht je gekeken hebben. In ieder geval hebben we net even Ajax gekeken. Die gasten zijn naar huis. We zijn 4 vuilniszakken verder van alle rotzooi. Er zijn weer flink wat kratten doorheen gegaan. Oh, maak je grapje. Gisteren ben ik het ergst geweest, denk ik, in een jaar tijd. Qua hoeveel alcohol er naar binnen is gegaan. Niedermal, ik heb het zo gezellig gehad, Roy. Ik ben echt niks waard. Ik zit te twijfelen, jongens. Wat ga ik doen? Ga ik nog even editen? Ga ik nog even gymmen? Scoopje erin en gaan? Het lekkerste is wel als ik gewoon naar mijn nest ga eigenlijk. Het is nu 9:00 s'avonds. En morgen om 10:00 moet ik eruit. Dus dat is totaal niet laat. Dus ik kan wel uitslapen. Maar ik kan wel klokje rond slapen. Ik weet als ik ga editen en ga gymmen, dan lig ik sowieso niet voor 12:00 in mijn bed. Ik ken mezelf. Wat een midlife crisis. Dat was lekker sperp zo opeens. Zou dit bord nog aflikken? Het is dat het koud is. En dat ik niet weet van wie bord... Weet je wat wel chill is? De bierkersboom kan bijgevuld worden, gek. Met al die nieuwe kratten. Hey! Weet je wat ik wel gezellig zou vinden? Om even nog een bakje te doen met mijn ouders. Dat zijn ook altijd late opblijvers. Even kijken. Ik heb ook lekker met mijn palen over die Formule 1 natuurlijk. Die heb ook zitten kijken. Ik zat al met hem te appen. Ik heb dan natuurlijk gelijk Pavel een race. Ik had gevraagd of hij hier wilde, komen, maar hij ging wel ergens anders kijken. Hey, hola madre, hola patron. Hey. Hey, zijn jullie nog thuis? Ja, we zijn gewoon thuis. We zitten op de bank. Zal ik even nog gezellig een snelbakje komen doen? Of vinden jullie dat al te laat? Nee hoor, dan kom jij maar eens een bakje doen, kind. Even lekker kletsen over Formule 1 en gewoon even hoe jullie weekend was en even lekker met Bobo knuffelen. Ik mis Bobo. Nou, dan kom je eraan, jongen. Is goed, brouw. Zie ik je zo, brouw? Zo niet. Oké, okay, brouw. Ja. Dag, brouw. Oh. Oké, okay, tot zo. Die ging volgens mij op de vinger zitten of zo, als het de vinger was. Weet je waar ik me trouwens nu al op verheug? Om die kerstboom in de fik te zetten. Heel erg dat ik dat denk, want ik heb dit cadeau gehad van mijn goede maatje Davy en Willemijn. Maar weet jullie hoe goed deze dingen fikken? Ja, voorlopig staat hij nog even een paar weken natuurlijk. Maar weet je hoe goed deze dingen fikken? Dat is echt niet normaal. Oké. Okay. Let's get lost! Oh jongens, het is zo'n prachtig nummer. Something Stupid van Robbie Williams. Oh, dat nummer moet mij denken aan dat mijn ouders samen hand in hand staan te dansen. Met hun ogen dicht, allebei hun hoofd bij elkaar op de schouders. En ik zit op de bank met Pien, die nog leefde. En zie ik mijn ouders gewoon samen helemaal happy, blij dansen. En dat geeft mij zo'n warm gevoel als ik dit nummer hoor. Want dan, ik kan er echt oprecht bijna om janken. Gewoon geen grap, emotioneel worden. Omdat ik zo'n fijn, veilig gevoel krijg bij dat nummer en die herinnering van mijn ouders en de hond en gewoon mijn ouderlijk huis en zo. Fantastisch, wat muziek met je kan doen. Ik laat een klein stukje horen aan jullie, het is echt een heerlijk nummer. Wel oldschool natuurlijk, maar heerlijk nummer. Weet je, je moet hem gewoon opzoeken, maar ik laat wel even het begin horen, alleen het begin. Zie je mijn ouders al zo staan? Helemaal cute samen. Ah. What it always seems, something stupid like I love you. We hebben ook zo'n leuk idee met die gasten voor oud en nieuw, jongen. Ik ben al benieuwd of jullie al iets gepland hebben voor oud en nieuw. Met de fam, met de friends of met de fam en friends. Laat even weten beneden. Ik ben heel benieuwd hoe iedereen het gaat vieren dit jaar. Maar wij hebben echt iets heel gaafs in petto, dus ik hoop dat dat doorgaat. In ieder geval, ik ben er. Ja, dit is dan toch echt thuiskomen, hoor. Een droom ervan. Joh! Ik schrik me dood, Bobo. Waar kom jij vandaan? Waar is pa dan? Waar is pa? Nou, daar. Oh, daar. Ja, ik denk, ik hoor iets achter me. Ik wou een stomme grap maken over natte dromen en dromenvanger, maar ik laat hem maar zitten. Hey, Bootje. Ik miste jou, schatje. Hey. Ja. Zo, pa, wat een race, hè? Ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Echt, dit is de meest legendarische, zegt iedereen, race ooit. Of seizoen ooit. Zo'n race?
Jij kijkt het hele leven Formule 1 natuurlijk. Ja, komt nooit meer. Nee. Dit heb ik nog nooit gezien, het gaat nooit meer gebeuren. In de allerlaatste ronde, in de allerlaatste wedstrijd. Ja, met hetzelfde aantal punten. Ja, dat is krankzinnig. Het is niet wat koers. Welk broodje hier is, zeg dat. Kom, ik wacht weer, wanneer ben je... Ja, dat ook al. Kom op. Kijken. Zijn morgen jouw auto. Ja? En we wachten in de wijk, terwijl ik jou nog niet eens hoorde. Ja? En toen op een gegeven moment... Toen hoorde ik ook in jouw auto komen dichtbij, dat heb ik losgelaten. Dat is een hele stukje van onderhoek. In één steek door naar jou toe. Oh, wil je mij gewoon komen? Schattig. Dat is heel cute, Bobo. Hey, Bobo. 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 Ik heb gisteren ook lang met Frankie gespeeld, hè. Bobo. Hou, ga gewoon maar. Bobo. Hou, Bobo. We hebben lekker bij me zitten. Ja? Met je sokje. Ik vind je een heel mooi sokje. En dat is jij mee naar de hond. Ja. Mis mijn bobootje. Hè? Ja. Ik heb jou toch elke dag eerst gezien. En ik heb jou opgevoed en zo. Een paar maanden en nu zie ik jou bijna niet meer. Ja. Dat is helemaal mis. Mag ik een pootje? Oh, ja, de sok mag ik ook wel. Film volgens mij ook. Oh, een eigen. Ja. Dankjewel. Nou, die sok er maar in en gaan we lekker zo lekker zitten. Ja. En nu mijn poot. Oh ja, mooie poot van Bobo. Oh, Bobootje. Oh. Kijk, hier doe je het voor, hè. Lekker met die hond. Op de bank zo'n knuffelbeertje, Bobootje. Hè? Oh. Ik ben even naar zolder gelopen. En ik krijg echt lijpe flashbacks van op zolder zijn. Want hier liggen allemaal spullen die ik altijd voor mijn vlogs gebruikte. Hier mijn luchtbux ligt er ook nog tussen en een knots en allemaal gekkigheid. Kijk, hoe cool is dit ook? Oh. Kijk, een mini supermarktkarretje. Kijk, en mijn allereerste smartphone ooit, een Samsung Star. Echt OG's, kennen die nog? Oh, oh, oh. Dan gaat mijn telefoon weer. Dat ding nog niet kapot is, gek, flikkert die weer hier vanaf. Ik zat dus te denken, hoe cool jongens is het als ik een wapenkluis bestel? Want ik heb natuurlijk... Hier bij mijn ouders, moet ik nog steeds een keer meenemen naar mijn eigen huis, allemaal verschillende wapens leggen. Hier, een ouderwetse knuppel, echt uit de middeleeuwen. Dan heb ik mijn luchtbux, ik heb mijn kruisboog hier liggen. Ik heb thuis een machete liggen en ook een paar messen. En weet je wel, gewoon fucking niks. Echt een wapenkluis, gewoon een brandbestendige, bombestendige wapenkluis. Hoe ziek is dat? Alleen is het misschien wel een beetje overbodig om te hebben, dat dan wel. Maar het is wel cool. Hier heb ik bijvoorbeeld ook nog gewoon een P-mal geweer die ik nooit uitgepakt heb. Omdat ik niet weet hoe ik die druk erop moet zetten, die tank. Ik snap er helemaal niks van. Dit geeft helemaal flashbacks. Hey Don, long time no see. Je zit hier maar met je handen in je zak op zolder. En ja, wat is er nu gebeurd met mijn oude slaapkamer? Dit is eigenlijk, kijk, de topmatras dat hier ligt, die ligt nu bij mij. Daar slapen die gasten altijd op. Maar dit is allemaal hetzelfde gebleven. Hele simpele, kale puberkamer. Waar ik altijd allemaal vlogjes had te editen. En mijn oude pc staat ook gewoon daaronder. Maar mijn pa die werkt hier nu, die gebruikt het nu als zijn werkkamer. Is gewoon een perfect bureautje natuurlijk. Die zit ook nog lekker op mijn gamestoelen en zo. Ja, ze zijn nu bezig bij mij thuis natuurlijk met mijn werkkamer verbouwen. Als die af is, deze stoelen neem ik niet mee. Ik krijg zo'n soort bureaustoel, twee stuks, in het groen. Zwart met groen, die dan past bij mijn studio. Dus deze kunnen gewoon lekker hier blijven staan. Heel raar, alsof ik nooit weg geweest ben. Maar toch slaap ik nu lekkerder in mijn eigen huis dan hier. En dat heeft puur te maken met het feit dat dit bed niet compleet is. Anders was het denk ik nog steeds gewoon thuis. En hier staat ook gewoon op mijn playbutton. Dat is mijn gouden playbutton. Die gaat opgehangen worden in mijn werkkamer als die af is. Eindelijk. Die moet echt een mooi plekje krijgen natuurlijk. Allemaal te danken aan jullie toppers. Dankjewel. De 100.000 playbutton die staat beneden. Die hebben mijn ouders naast de tv staan. Superleuk. Die moet natuurlijk ook een speciale plek krijgen. Ik heb bewust die gouden playbutton hier staan. Staat hij lekker veilig. En dan kan hij niet kapot gaan of kwijtraken of zo bij mij thuis. Koppie. En ik hou van een lekker soppie. Daar word je schoon van. Dat sloeg helemaal nergens op. Dames en heren, wat een geweldige dag voor Nederland, voor Max Verstappen, voor de Formule 1 fans. Ik heb er heel erg van genoten. Gezelligheid met mijn ouders. Ik hoop dat jullie ook een fantastische dag hebben gehad vandaag. En ik hoop dat jullie lekker genoten hebben van deze zondag vlog. Met heel veel random shit weer. Morgen een leuk dagje met Roy, Danny en Jesse. Wat we precies gaan doen en wat voor gekkigheid er allemaal gaat plaatsvinden. Daarvoor moet je morgen terugkomen om 5 uur. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later toppers. En ja, dit doet pijn als je hem zo verliest. Hij dacht dat hij zo fucking... Maar het is wat het is.